Wat is hier gebeurd? Ja, er is dus juist een ongeval plaatsgevonden. Een eenzijdig ongeval hier op de A28 aan de linkerzijde. Wat is er gebeurd? Wat er lijkt te zijn gebeurd is dat iemand de macht over het stuur verloren heeft. In de vangrail terecht is gekomen. Ja, en dat is de situatie zoals we hem hier aantroffen. Hoeveel mensen zaten er in de auto? Het betrof twee personen, een man en een vrouw. Ja, gewond? Nou, de bestuurder, de man, die is wel nagekeken in de ambulance, is niet gewond. Maar de mevrouw die is in ieder geval licht gewond, lijkt het. En wordt voor na het onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Jullie hebben het dak eraf geknipt. Wanneer besluiten jullie zoiets te doen? Nou, in eerste instantie wouden wij het via de zijkant doen. Mevrouw lag wat in een moeilijke positie. Dus we hebben alsnog besloten om het in overleg met de ambulance het dak eraf te halen. En dan ging er een grote oranje plank in. Wat is dat? Ja, dat is de redplank. Daarmee wordt het slachtoffer zo stabiel mogelijk uit het voertuig gehaald. En vervolgens op de brancard? En vervolgens op de brancard in de ambulance en dan naar het ziekenhuis, ja. Kan het ongeluk gebeurd zijn door de wind? Het waait nogal? Ja, inderdaad, het waait nogal. Het begint steeds harder te waaien. Ik weet het niet. Dat is nog niet bekend. Traumahelikopter erbij? Ja, traumahelikopter erbij. Slachtoffer lag toch in een vrij moeilijke positie. Dus uit voorzorg is toch de traumahelikopter ook erbij geweest.